Het is 8 juni als de 25-jarige bakkersknecht Arie Hoijmeijer op zijn trouwdag vol trots zijn vrouw meeneemt naar zijn eigen bedrijf dat op diezelfde dag is geopend. Dat had hij voor elkaar gekregen met slechts 175 gulden spaargeld, een hypotheek van 6000 gulden en bijna 2000 gulden leverancierskrediet. Die brood, beschuit en kleingoedbakkerij Bestond uit een klein winkelpandje aan de Dortse straatweg 633 in Rotterdam Zuid, waarin een bakkerijtje was van 4 bij 6 meter met een gemetselde oven die met takkenbossen gestookt moest worden. Zodra Ari een lading brood in de oven had staan, kon hij even snel te voet wat brood uit gaan vinden, maar hij moest wel op tijd terug zijn om het baksel niet te laten verbranden. Het toenmalig Rotterdam Zuid was niet veel meer. Dan weiland met wat boerderijen, zodat er maar heel weinig tegelijkertijd afgeleverd kon worden. Desondanks worden die paar broodjes er al gauw meer, waardoor er een bakfiets en een handwagen nodig is. In 1907 koopt hij er een toen gebruikelijke trekhond bij, die echter al twee jaar later vervangen wordt door een kar met een paard. Er volgen een paar goede jaren. Tot de Eerste Wereldoorlog roet in het eten strooit. Er wordt niet alleen minder geld uitgegeven, maar ook de grondstoffen worden zo schaars dat ze uitsluitend via een door de overheid opgezet distributiesysteem verkrijgbaar worden. Daardoor kan er nog maar een derde van het aantal broden gebakken worden, en al helemaal geen andere producten. Direct na het einde van de oorlog in 1918 levert bakker Hoijmeijer alweer brood beschuit en kleingoed. Kruidenier Blom op Kaartendrecht wil ook profiteren van het teruggekeerde optimisme en wil voor een reclameactie wel 10.000 beschuiten bestellen. Arie Hoijmeijer twijfelt. Hij is gewend om aan zijn eigen klanten te verkopen en niet aan winkeliers. Uiteindelijk accepteert hij deze grote order en daarmee is de basis gelegd voor verdere expansie. Er volgen meer en grotere bestellingen, maar de bakkerijruimte is hiervoor wel erg klein. Daarom wordt de oven afgebroken en achter de bakkerij opgebouwd. Aangemoedigd door het succes met beschuit, probeert hij nu ook de koekjes via de kruideniers te verkopen. En met succes. De takkenbosoven maakt plaats voor een heetwateroven. De eerste bestelauto komt in bedrijf. Zo'n Joost, die al jaren in het bedrijf werkzaam is begint tot groot verdriet van zijn vader zijn eigen bakkerij onder de naam De Boterbloem. Arie ervaart dit vertrek als een nagel aan zijn doodskist en ziet kans om Joost in 1922 terug te halen door hem de leiding te geven over de koekjesbakkerij. Wegens ruimtegebrek moet de productie van koekjes worden verplaatst naar de molen aan de Katendrechtse Lagendijk en krijgt als naam Banket en Beschuitfabriek De Nijverheid. In een pamflet uit 1925 voor de klanten lezen we Niet tegenstaande concurrentie en aanvallen om onze firma uit de zakenwereld weg te bannen, kunnen wij u melden dat wij door steeds stijgende omzet, zowel van beschuit als banket, ons genoodzaakt zagen onze zaak in tweeën te splitsen. De beschuitbakkerij blijft, terwijl de banketbakkerij gevestigd zal zijn in de bakkerij aan de Katendrechtse Lagendijk. Verder verwachten wij dat wij door uw afname en prettig zaken doen, zoals dat tot nu toe bestond, vereerd zullen worden en tekenen wij, onze zaken in uw gunst aanbevelend, banket en beschuitfabriek den ijverheid.